Vandaag ga ik spelen met een van de specials waar ik het meest mee heb gespeeld, namelijk de Purifier. En de Purifier is voor mij echt een heel chill specialist karakter. Dus daar ga ik nu vandaag een potje mee spelen. Hopelijk kunnen we het al chills mee doen. Dus vergeet natuurlijk niet deze video helemaal af te kijken en een duimpje omhoog achter te laten. En let's go! Alright, we spelen Hardpoint opnieuw. En in welke game mode kan je nou de Purifier beter gebruiken dan op Hardpoint? Namelijk op deze game mode. We gaan natuurlijk kijken of we hem dus ook goed kunnen gaan gebruiken. Ik heb hem al redelijk vaak gebruikt, de Purifier. Ik heb hem ook Hero. En ja, we gaan gewoon kijken of we even wat enemies van de Hardpoint af kunnen roosten. Als enemies daadwerkelijk erop gaan zitten. Dat is nog wel eerst de bedoeling natuurlijk. Anders kunnen we er weinig mee doen. Ik speel met de Cuda, Rapid Fire, Extended Max, Edge en Camo, UAV, Count UAV en natuurlijk de Hater. Mooi non-lethal, zodat we gewoon de enemies op de minimap kunnen zien. En hun minimap kunnen laten verdwijnen. Dan moeten we wel eerst onze streets halen. Dan gaan we natuurlijk nu mee bezig hebben. Bijna de County UAV alweer binnen. Dan natuurlijk mooi. Komt niet hierheen. Mooi. De County UAV. Oh, wat een timing. Hun hebben een UAV. Ik heb nu mijn County UAV erin geroepen. Waardoor hun geen minimap meer hebben. Dus ook geen kans hebben om ons op de minimap te zien. Oeh. Zit hier boven. Shit. I'm fucked, I'm screwed. Ja, ik was screwed. Yep. Hij zat daar natuurlijk nog achter. En iemand rechts van mij. Ik vond het wel knap dat ik die nog kon hebben met de one shot. Ik zag hem daar wel op die hardpoint, op de head glitch. Kom op, piek. Hij zit daar links. Oh, let's go boys, we gaan even lekker. Niet hier. Oh, let's go. Nee! Kom maar, wel bijna onze Purifier. Let's go. Ik vind na de site de Purifier een van de beste specialists ever. Tuurlijk, je hoeft alleen maar de enemy te raken. En dan is hij zo goed als dood. Dan moet je wel nog een paar seconden wachten, maar ja. Dan moet je maar even geduld hebben. Oké, ik ga via boven, jongens. Oké, ik heb mijn Purifier. Oh, ik had nog één moeten kallen eigenlijk. Maar ja, je moet eigenlijk wachten tot de enemies even goed op de hardpoint zitten. Dan kan je echt mega kills gewoon binnenslepen met dat ding. Oké, want deze range had ik nooit kunnen hebben met die pure 5. Dus we wachten heel even met het inkallen ervan. Oh, jammer dit. Kom op. Waarom blijven we hier spannen? Teammates! Klootzakken. Oké. Ga op de hardpoint, enemies. Ga op de hardpoint. Oké, Purifier erin. Oh, wat op tijd gekilled, jongen. Want anders had ik mijn Purifier kwijt geweest. Oké, naar boven. Purifier erin. Kom op. Dat is 1. Dat is 2. Oh, dat is een assist. Never mind. Oké, de hardpoint is veranderd. Zo. En hem hebben we niet. Nou, oké, we hebben 3 kills meegemaakt op dit moment. We moeten daar even een beter moment inroepen. Als de Harpoon weer in dat huisje links is, dan is hij heel erg chill om in te callen. Oké, hier heel snel naar de rechterkant zitten. Oh, wat heb ik geluk zeg. Ik ben even weg. Even proberen mijn streaks te halen. Ah, heb ik net karma. Oké, let's go, County UV. Enemies zien ons niet meer op de radar op dit moment, tenzij die hardwired heeft. Maar er speelt bijna niemand mee, ik heb weer mijn hete gechoked. Jammer dit zeg, oh ja. En we even voor de team, voor de win. Let's go. Oh, reloaden. Let's go. Oh, jongens, we gaan echt lekker, we 28-11. Op dit moment zijn we ongeveer 2 minuten in de game. Nou, iets langer dan misschien. Want de tijd staat natuurlijk stil als je op de hardpoint zit. Oh, wat een mooie kill. Hij had een mooie kill. Jumpshot via de zijkant. Oh, get off your head, glitch, mate. Oh, cheeky kill daar.
We zijn onvliegbaar bezig, boys. Ik weet niet wat jij staat te doen, maar je staat de muur te kussen. Ja, licht heb geen zin, jongen. Ik zie het toch wel. Cheeky, cheeky, cheeky. Kills over here. Counter erin, ze zien ons niet meer. Even hier blijven liggen. Purify erbij. Hem even killen. Hem even killen. En dan killen we hem niet, waardoor we weer ons hater choken. Wow, man. Oké, let's go, let's go. Hun hebben de hardpoint. De hardpoint is daar, boys. De hardpoint is daar. Kill hem. Dit ding aanzetten. Nee! Oh, fuck my life. Hij had een eerdere aim op mij. Shit. Oh, dit is jammer. Oké, we gaan nu even punten binnenhalen voor het team. Eigenlijk had ik even die ene perk aan moeten zetten, waardoor ik mijn specialist snel earn. Voor deze video dan. Maar ja, daar had ik even wat beter bij na moeten denken dan. Even hem opwachten hier. Komen ze nog... Oeh, haal me door de muur heen. GG, GG, GG. Dat is gewoon mooi. Moet je gewoon eerlijk toegeven. Ik bedoel, kom op zeg. Hij bleef gewoon staan. Ik weet niet of die AFK is, maar I don't care. Jij ligt dan mooi. Ik zag je hoofdje al uitsteken. Oeh, get wrecked. Mijn teammate had hem. Thanks teammate. That's how we roll, bitches. Oké, team heeft dezelfde gedachte als ik. Dan ga ik wel via deze kant. Kijk, nu had ik mijn purify hebben. Nu had ik mijn purify moeten hebben en ik choke me aim daar heel erg hard. Wauw, Chesto. Oké, payback. Hij schiet heel die ruimte vol daar, dus we moeten hem even back riepen, jongens. Die hits, though. Oh, ik heb het gerekt, nou. We zijn echt onfliek bezig. Ja, van hem waren die, die shit dingen. Die swarms. Let's go. Ik hoor die ene gozer met active camo. Kom op, kom op. Reloaden. Hij zit hier boven, hij zit hier boven. Let's go, we hebben bijna ons heten. Nog 3 kills. Niet doodgaan nu. En ik ga alles weer dood. Jongens, ik choke me te veel. We gaan niet meer voor die hater spelen. Fuck dat. Ik had beter een andere streak aan kunnen zetten. Want dit is echt dik kut. Teammates, kom op. Oké, we hebben weer een purifier. Nu moeten we hem een keer goed gebruiken. Kom op, hé. Even wachten tot die volgende hardpoint er is. Die is hier bij Blue Car. Blue Car dadelijk. Niet Blue Car, maar Blue Car. Kijk, deze headglitch is te overpowered, jongens. Let's go. Zit hier één link nog? En die is al dood. En die Rolling Thunder komt hier. Ah, kak! Ik wist het! Ja, hier kon ik niks aan doen. Ik heb wel een flagjacker, maar daar doet hij niks tegen natuurlijk. Jammer genoeg. Holy shit. Screw him. Kom maar. Ik ga even van de hardpoint af, jongens. Kom maar vanaf de andere kant erin. Ze zit serieus boven het camp. Oké, let's go. We hebben toch ons heten gehaald. Bam. Spam aan mijn rugpunt. Oh, jammer dit. Kom op, hé. We hebben 10.000 punten. Let's go. Let's go. Daar wou ik even spelen namelijk. Maar nadat ik even van die hardpoint afging, dat ik even wat kills op kon pakken natuurlijk. Altijd lekker om te hebben. 10.000 punten.
twee video's geleden ook gehaald. Dus let's go. Kom maar jongens. Laten we maar even die hardpoint pakken. Dan backriepen we hun weer. En zo speel je slim Call of Duty, want zo krijg je natuurlijk steeds meer punten. Oké, laten we de purify weer erbij pakken. Onze barbecue saté, oftewel Ruben. Die houdt denk ik ook wel van deze streaks. Als je van barbecue houdt, hou je denk ik wel van deze streaks. Kijk, en hierdoor is hij chill jongens, let op. Nice, we hebben een nieuwe hater. Kijk eens aan. Holy shit. Hierdoor hou ik van dit ding. Pak hem op. Oh, we pakten hem niet op. Holy shit, we hebben 12.000 punten. What the fuck. Wat zijn we aan het doen, boys? Let's go. We hebben nog 40 seconden op de klok. Eventueel nog 20 seconden, 15 seconden op de hardpoint. Wat kunnen we nog in die 15 seconden doen? We kunnen nog wat kills binnenslepen, zo te zien. Holy shit, jongens, wat zijn we beest! Dit gegaan, dit potje. Let's go! Holy shit! 89 kills, 25 deaths, onze eindscore. We hebben redelijk voor de objective gespeeld, zo te zien. 1 minuut en 27 seconden heb ik op de hardpoint gezeten in totaal. We hebben 12.760 punten. En dat is gewoon heel maar nodig, heel erg insane. Mocht je natuurlijk genoten hebben van deze video, laat dan even je blauwe duimpje omhoog achter. Helpt natuurlijk enorm. En dan hoop ik jullie te gaan zien morgen om 3 uur bij weer een nieuwe video. Zoals dat zegt, bedankt voor het kijken. Tot morgen om 3 uur.